hebben er al 69. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video en je kunt zien, we zijn net de poort uitgereden voor de oplettende kijker die het gebied nog een beetje herkennen en natuurlijk de collega die ik naast zit. We zijn inmiddels aangekomen in Arnhem. Normaal zou ik zeggen, stel je voor, maar jullie hebben het eerder in andere video's kunnen zien, Joyce. Maar er is wel wat veranderd in je werkgebied, hè? Ja, kun je daar eens wat over vertellen? Nee, voor jou was het al een tijdje geleden, maar... Ja, het is inmiddels weer een tijdje geleden. We hebben natuurlijk hele corona gehad, maar ik ben verplaatst vanaf de Korenmarkt. Dus vanaf het horecagebied heb ik nu een wat normalere wijk gekregen. Dus mag ik met mij overdag werken. Ja. En heb ik een leuke volkswijk gekregen. Dus, ben benieuwd. Ik moet zeggen, toen ik hier ook naartoe kwam rijden, toen zei ik nog net ook tegen je van, ja, ik was eigenlijk gewend, ik rijd voorheen wat horecadiensten mee. Dan kom je altijd in het donker aan en nu ineens overdag. Ja. Dus zien we Arnhem ook even aan de andere kant. Ja. Maar dan vraag je, hoe lang heb je op de markt gestaan, zeg maar, de horeca? Even kijken, dat nu bijna 5 jaar heb ik daar gestaan. Dus echt 5 jaar lang echt horecagebied gedaan. Veel nachten, veel weekenden, nachten, ja. Dus weinig slaap. En nu iets meer regelmaat. Is dat ook een beetje een reden dat je gezegd hebt van andere wijken? Ja, nou, het was sowieso wel, meestal wisselen wij zo om de 4-5 jaar. Dus nu was er ook weer een wisseling. En het was voor mij ook goed. Het is prima. Okay. Ja. Wat gaan jullie nu van meenemen in het nieuwe werkgebied waar Joyce dan wijkagent is? Yo! Hoezo ben je wegrennen dan? Word je nog gezocht? Nee. Oh, oké. Ik ben niet zo, anders zou ik niet zo joh. Hij heeft zijn leven verbeterd. Nee. Niet? Ja, wel. Oh, dan moet je altijd ja zeggen. Ja, ik dacht wel. Ja, oh ja, ik zit in mijn water. Nee, ik heb wel gedronken, maar ik zit in mijn water nog. Nee, ja. Nou. Jullie dingen gaan boef vangen. Gaan we doen? Nou, blaas, dan vang je mee maar. Is goed. Oeh, dan met AT. Dat wel. Ja, het vangen ze. Kom door. Ja, super succes. 24 graden. Je kon het al waarschijnlijk horen dat Porto man stelde even zeker. Brand in een woning. De aantal eenheden onderweg. En er komt langzaam meer info, dus we praten er straks even bij. Het is al goed onder controle, zie ik. Ja, ik ben geen professionele pistool. Ja, valt hier mee. Inmiddels al redelijk geblust. Alleen hier heb ik wat schade, maar ik kan. Joyce, goed doen. Nou, het is al redelijk onder controle. Ja, coniferen waren al afgericht, dus kom. We willen gewoon nieuwe coniferen, denk ik. Hier zag je 2. Ja, pak ze, als je daar pak me gewoon in de nek. Hier heeft er al 1. Zie je? De dingen zijn dood benauwd. Kom eens hier, Boefje. Kijk of er nog eens de jongste. Ja, ik pak me gewoon vast. Het is helemaal in stress. We zijn inmiddels weer onderweg en wat moeten we eigenlijk over zeggen? Er was een brand, meneer, wat is hij aan het doen? Is de tuin aan het onderhouden of zo? Ja, met onkruid branden. Ja, dat dus. Ja.
En toen kwam er een vonkje in de coniferen. Die vloog in de brand en meneer raakte niet echt in paniek, maar die ging wel gelijk blussen en brand ingepeld. Wij kwamen daar en eigenlijk was het onder controle. Dus het enige wat we nog daarna hebben gedaan is op zoek geweest naar een aantal konijnen. Want er was een soort konijnenhok naast die tegen de brand aanstond. Dus die meneer had die konijnen even eruit gegooid in de tuin. En die waren daarna, nou niet echt spoorloos, maar moest even zoeken. Ze waren wel onder de indruk. Ja, ze waren onder de indruk. Ja, ze waren ook er miste nog één konijn, dus maar meneer ging die zelf nog even zoeken. En wij gaan weer inmiddels met vervolg. Ja. Heeft hij wat gestolen? Heeft hij wat gestolen? Ja. Oké. Okay. Mascara, maar volgens mij heeft hij nog meer in van Action Plus. Volgens mij zit er nog meer in. Ja, we staan op de Steenstraat bij de Kruidvat. Daar worden we aangesproken dat zojuist iemand wat heeft gestolen. Gaat er nu vanuit, vandoor richting Velperpoort op de fiets. En betreft... Ken je jullie dat? Nee. Ja, krullend haar. Nee, ik weet niet. Kun je alles even klaarleggen? Dan komen we straks eventjes de aangifte ophalen. Ja? Ja? Top, thanks. Ja, we waren eigenlijk bij een andere melding hier op de Steenstraat in Arnhem. Toen werden we door meerdere mensen gewenkt dat iets aan de hand was. We wisten niet precies wat. Vervolgens was daar een winkeldiefstal gepleegd. De verdachte die was er al van doorgegaan. Was voor ons een beetje een oude bekende. We hadden hem eerder deze dag ook al ontmoet. En toen gaf hij al aan dat we hem nog zouden tegenkomen. Nou, dat klopte. We zijn met meerdere eenheden aan het uitkijken. Hopelijk treffen we hem nog. Dan kan hij meer naar binnen. Wij gaan even bij de Kruidvat de aangifte ophalen en de beelden even geven. Beveiligingstekst erop gedaan. Oh ja. Ja, en dat zijn antidiefstalhaken, dus die krijg je ook niet zo snel los. We zijn weer onderweg, we waren even in de winkel. We hebben even de beelden bekeken waarop de diefstal te zien is. De winkel gaat dat in ieder geval vast klaarleggen op een USB-stick zetten of branden. Ik weet eigenlijk niet precies hoe ze dat doen. En ondertussen doen ze in dit geval digitaal alvast de aangifte. Dus je komt hem bij de politie in de bak. En dat wordt op een later moment opgehaald. En tijdens de dienst kijken we nog uit naar deze verdachte die voor ons een bekende is. En dan gaan we ook weer verder de wijk in. Ja, goed meneer. Ik zet hem even daar neer, ja? Hallo. Arne, je hebt nu al drie keer bij ons alles leeggejat en weggejat. Nee, het is altijd interessant. En maak er sowieso wel even melding van. Mocht er iets Bel gewoon 1 en 2, hè? Oké, nou het is een half uur geleden, dus... Ja, dus, goed. Heel bedankt. Ja, ik ga u ook koppelen. Voor alle die mannen waren aan de achterdeur aan het trekken. Ja, ontvang door de 441. Dan maak je eens nog aan het uitvragen. In ieder geval een melding binnen maar van de woning, dus een eerste laag, zeg maar. Mogelijkheden dat inbraak, ja. Dus meerdere eenheden onderweg. Ja, hallo. Dank je. Loop die steeg door, Joyce? Ja, we spreken hier met de bewoner. Mogelijk zijn het de mensen van 117 geweest, momentje. Ja, ik heb melding ook bij staan. Het gaat inderdaad om de schilders die te plaatsen zijn. Niks aan handen. Ja, we kregen een melding van een heterdaad inbraak. Zou de personen aan deuren aan het voelen zijn? Ter plaatse leek het allemaal heel, heel spannend. En troffen wij inderdaad twee personen aan. Zoals een ladder aan de achterzijde van de woning. Alleen, het bleek om de schilders te gaan. Dus daar bleef het even bij, helaas. Dus het was toch niet zo spannend. Dat, hallo meneer. Hoe is het dan? Heb je scherp gezien? Hoe is het? Ja, goed. Aan de
uitstappen. We zijn aan de Rijstraat in Arnhem. Ik denk toch wel een van de drukke straatjes in het winkelcentrum. Veel overlast in kantoren. Shisha Lounge, denk ik, hè? Joyce. Je ging een promotiepraatje houden, nou zit je alleen bij je. Ja, dat is lastig zo. De beste kapper. Ik ben niet zo goed als jou op kamer, zeker niet. Nee, maar moeten we nog reclame voor welke zaak? Is dat geen logo? Oh, daar is dat, sorry. Dat sowieso. Ook wel bekend van RTL 4. Zij sprong bij mensen op de nek. Zij heeft waarschijnlijk iemand geraakt, geslagen, krachtig geslagen. Waar jouw naam op staat, dan weet je aan of niet. Heb je dat ook bij je? Loopje. Weet je nog wat er is gebeurd? Is er iemand die we voor jou kunnen bellen? Dat doe maar niet. Niet doen. Dat doe maar niet. Zullen we jou naar huis brengen? Blokje! Daarom gaan we zo lekker naar huis. Heb je een sleutel in je portemonnee? Nee, heb je bij je in de tas? Zullen we lekker naar huis gaan? Zullen we jou lekker naar huis brengen? Dan kun je in ieder geval even rustig thuis zitten. Nee, ik wil hier blijven zitten. Kom maar, even een auto. Breng je over naar huis. Kom maar. Ja, iets van jeugdoverlast, klopt dat? Ja, klopt. Ja, onderweg. Nou, je kon het op de beelden al horen. Ik krijg inmiddels een volgende melding, iets van overlast. En het was een hele tijd heel rustig en nu beginnen de meldingen weer een beetje door te stromen, alles tegelijkertijd. Maar we waren hier juist meegegeven op een melding die binnenkwam als een vechtpartij. Zou een meneer helemaal door het lint gaan. Uiteindelijk ter plaatse met meerdere collega's en collega's hebben het verhaal aangehoord bij de aangever / de melder. Die wilde verder strafrechtelijk niks mee. Deze meneer die was gewoon psychisch. Zit hier een beetje doorheen, om het zo maar even netjes te zeggen, denk ik. En
collega's noteren even wat gegevens en brengen haar nu richting de locatie waar ze thuis hoort. En gaan wij ondertussen richting de jeugdoverlastmelding. Wist je nog wat in dat verhaal? Nee. Nee? Okay. Mooi, Nou, in het klinkt hier heel gezellig. Ja. We krijgen helaas wel wat overlastmeldingen van de muziek. Oei. Dat moet volgens mij wel goed komen. Ja, dat komt goed. Toch? Ja. Oké, top. Ja. Zijn we klaar mee, hè? Zijn we klaar mee, ja. Ja, het was, wat moeten we erover zeggen? Ja, het begon wel oké, eigenlijk. In het begin liep het nog wel lekker door. En ja, daarna was het wel rustig. Ja, de dienst begon inderdaad druk. En toen was het de hele tijd heel rustig. We hebben wat klusjes gedaan. We moesten even het huisbezoeken doen. Maar die konden we niet op beeld brengen. En aan het eind nog even wel wat twee meldingjes. Maar alles liep een beetje met een sis af vandaag. Ja. Dus... dat is goed voor de stad natuurlijk, alleen ja, jammer voor de video denk ik soms wel, dat hebben jullie al vaak gehoord. Ja. Weten trouwens de kijkers al dat jij mee gaat werken aan het nieuwe seizoen van Ewout? Ja, ik weet het niet. Ik hoop het. Dus bij deze. Ja, je hebt misschien waarschijnlijk op Instagram al kunnen zien, weet je het nog niet. Ewout draait nu voor de nieuwe seizoen 4. Zeg het goed? Ja, seizoen 4 mee met de collega's in Arnhem en Joyce is een van de... gezichten daarin. Hoeveel draaidagen hebben jullie al gehad? Is je al mee geweest? Ik heb er inmiddels 2 gehad. Ja? 1 normale noordhulpdienst en met Koningsnacht is die mee geweest. Dus, zit er al wat spannends tussen? Ja, er zit echt superveel spannends tussen. Oké, okay, ik ben benieuwd. Zeker kijken. Nou, we gaan het allemaal weer zien. Wil ik jou weer bedanken voor het uitnodigen. Ja, super. Een box. Ja, thanks. Bedankt. Jullie weer bedankt voor het kijken. Laat even een duimpje achter en ik zie jullie bij de volgende video. Later. Doei doei.